We hebben het genoemd van boerendorp tot renaissance tot vorstelijk Baren. Dames en heren, van harte welkom bij deze opening van zowel de tentoonstelling hier als voor Baren de Open Monumentendag. 19e eeuw, dat betekent 1800. In 1800 had Baren 800 inwoners. En dat was het. Als ik dan verder blader in de jaartallen, dan kom ik uit bij 1870. En dan is Baren gegroeid van 800 naar 2500. Voor een deel kwam dat omdat Lage Vuursche als zelfstandige gemeente opgeheven werd. Eembrugge was al eerder opgeheven. En dat betekende de gemeentelijke herindeling had toen ook al plaatsgevonden. 1870, dus 2500. In 1880, 10 jaar verder, 3700. Dat betekent een toename in 10 jaar tijd van 50% van de inwoners. Dat is veel. Als ik dat naar vandaag vertaal, dat mag natuurlijk niet, maar doe het maar even. 25.000, dan zitten we opeens binnen 10 jaar op 37.000. Waar laten we die mensen, om het maar eens simpel te zeggen? Dat was toen ook de vraag. Rondom 1850, 1860, 1870 wordt Baren gezien door de omgeving. De ene buitenplaats naar de andere verrijst. En men vindt het geweldig om de stad te ontvluchten. En u bent in de tijd van de romantiek, dus weg uit de stenen en halleluja voor het groen. En men komt hier wonen in het groen met allerlei randvoorwaarden eromheen. De wegen mogen niet recht zijn, want anders zie je elkaar. Dus dat moet allemaal krom lopen. Er komt hier van alles en nog wat uit Amsterdam, uit Utrecht, uit de omgeving. Want u moet niet vergeten, bij de Vecht was eigenlijk alles al volgebouwd. Dus men zocht naar nieuwe plekken om die buitenplaatsen te creëren. De gevolgen van dit alles is natuurlijk die werkgelegenheid. Vandaar die explosieve groei in Baren. Maar meer dan dat, woningbouw. Er moeten heel snel arbeiderswoningen verschijnen. Nou, van alles en nog wat in de jaren daarna. Steeds meer accent op de arbeiderswoningen. Uitmondend in het bekende Rode Dorp. Hè. Ondertussen natuurlijk ook wereldberoemd geworden, zullen we maar zeggen. De welgestelden die hier komen. Baren is een van de eerste gemeenten in onze omgeving die beschikt over elektriciteitsnet. Over waterleiding. Over telefoon. Men kan hier reizen. Want in de jaren 70, 1874, wordt het station hiernaast, het andere station, wordt geopend. En ja, dat is de lijn Amersfoort-Amsterdam. En ja, eigenlijk bij Soestdijk had men toch ook wel behoefte om een lijn naar Utrecht te hebben. Die lijn kwam er. En op enig moment is hier dit station ook ontworpen door een architect met de prachtige naam van Klinkhamer. Als u hier in dit gebouw rondkijkt, met uw ogen ook eens veel omhoog, want dat doe je met Open Monumentendag, moet je vaak omhoog kijken. Dat leert heel veel. Dan zie je de oude elementen, de ornamenten van die tijd. En dan praat ik over 1898, toen het hier geopend werd. Zie je nog gewoon ook aan de buitenkant de overkappingen. Ook daar zie je in het ijzerwerk de Jugendstil al. En dat is heel vroeg, de Jugendstil al aankomen. Want eigenlijk is de Jugendstil iets later. Hè? Maar het is hier al heel duidelijk herkenbaar. Kijk vandaag om u heen. In alle facetten van het verleden van Baren. En denk dan in het heden van Baren. Wat is het goed dat dat bewaard is gebleven. Dames en heren, namens mijn collega en uiteraard namens alle mensen die eraan gewerkt hebben, verklaar ik hierbij de Open Monumentendag voor geopend en de tentoonstelling, het Stichtse lijntje, hier ook voor geopend.